met Michiel. Wincode. Ja, zometeen jouw kans op kaarten. Gastlijn, hoe heet het ook weer? Golden Ticket. Golden Tickets voor Neon Tree, 27 januari, 013 Tilburg. Maar eerst een editie van de Met Michiel Wincode. Het is vandaag dinsdag 18 januari 2011. Ik ga je zometeen vier vragen stellen. Daar horen vier letters bij. En die vier letters die vormen samen één code. Dit is vraag. Vraag 1. Tegen welke populaire Amerikaanse televisieserie hebben de mannen van Guns N' Roses nee gezegd? Of eigenlijk no, want ze zijn dan Engelstalig. A. Glee. B. The Simpsons. Of C. That's the question. Vraag 2. Het Belgische festival Pukkelpop vraagt de bezoekers om een top 5 van bands door te geven die ze graag willen zien op de eerstvolgende editie. De eerste 5000 mensen die reageren, die krijgen een cadeautje. Maar wat is dat cadeautje ook alweer? A. Een stekker. B. Korting op een festivalkaartje. Of C. Een jaar lang anti-jeugdpuisjescreme. Nou, de redactie had een leuke dag vandaag, zeg. Vraag 3. Je hoort hier de nieuwe single van Rigby. De single heet Solid Ground. Maar hoe heet het album dat nog moet uitkomen? Is dat A. Solid Ground? Is dat B. Fire? Of is dat C. Shalali? Ik ben verliefd. Vraag 4. En tot slot, vraag 4. Wie zou er volgens een Oostenrijkse krant mee gaan doen als jurylid bij de Oostenrijkse versie van X-Factor? Is dat A. Bono, B. Marilyn Manson of C. Jamai? Ah, dit is toch geen serieuze quiz op deze manier, man. Met Michiel. Wincode. Nou, sms nu AAAB plus win en een spatie naar 3333. Dus win, spatie, jouw... Oh, zit die goed? Ja, het is goed. SMS jouw wincode, maar gewoon het 3333. Waarvan denk jij dat het goede antwoord is? Welke wincode heb jij samengesteld aan de hand van deze werkelijk kansloze antwoorden? SMS, win, spatie jouw code, spatie je naam naar 4x3. Succes. Wincode. Wincode. Met Michiel. Wincode. Morgenavond gewoon weer twee golden tickets, hoor. En anders, jouw kans ligt klaar op metmichiel.nl. En Nico, goedenavond. Goedenavond. Van het ene winmoment meteen door naar het andere winmoment. Want we zijn ook nog bezig met de Met Michiel wincode van vandaag. Ik heb er een rommeltje van gemaakt, hè? Nico? Is dat een vraag aan mij? Nou, eerlijk gezegd, ik hoor... Ik ben niet heel erg actief aan het luisteren wat er allemaal verteld wordt. Dus ik weet het eigenlijk niet. Wat heb je... Wacht even hoor. Wacht, even een redactie. Ja. Wat is dit? Wat heb ik daar voor winnaar? Wat is dit? Is dit wel gewoon een luisteraar van 3FM? Ja, hij heeft wel ge-sms'd. Ja, zeker. Hij heeft ook een wincode. AAAB. Oké. Wincode. Met Michiel. Wincode. Nico. Jawel. Hallo. Hallo. Nou, we hebben het dus over de wincode. Je hebt een code ge-sms'd naar 3333. Maar heb je überhaupt enig idee waar het over gaat dan? Je hebt geen idee, hè? Nee, eerlijk gezegd, dat probeer ik net al uit te leggen. Ik ging eigenlijk meer voor de kaarten voor Neon Trees. Maar, dus, vandaar. Oh, wat een vreselijk gênante avond is dit. Ja, dat is een beetje jammer, hè? Nico, je gaat naar Neon Trees. Dat is geweldig. Gefeliciteerd. Helemaal te gek. Ik ga iemand anders terugbellen voor die wincode. Dit kan echt niet waar zijn. Dat ga ik dan gewoon nu doen. Sorry hoor, maar dit is echt de reden dat ik gewoon normaal gezien radioprogramma's gewoon opnemen een dag van tevoren. Kan ik al die fouten gewoon uitknippen. Jongens. Veel leuker. Ja, dit is hartstikke leuk, Nico. Neon Trees, waarom wilde je eigenlijk naar Neon Trees toe? Ja, omdat ik het een geweldige plaat vind eigenlijk. Ik weet verder nog weinig van de band. Ik heb vandaag voor het eerst bekeken op YouTube. Ja. En eindelijk, want ik hoorde het wel een paar keer op 3FM, of een paar keer. En dan eindelijk heb ik ontdekt hoe de band heet. Neon Trees dus. Ja, ja. Ik dat is een topper. Nou, je gaat meer van ze horen op 27 januari, dus in 013 in Tilburg. Geweldig. Heel veel plezier daar. Dankjewel. Dan ga ik nu naar lijn 2. Hallo, wie is daar? Ook Nico. Jongens. Oh. Giel, radio draait door. Ik wil hem graag hebben. Wie is dit? Oh, kom op. Met Daan. Hey Daan! Wincode. Met Michiel. Wincode. Welkom in Met Michiel. Je speelt mee met de wincode. Je hebt namelijk een code ge-sms naar 3333. Weet jij wel wat over gaat, de wincode van vandaag?
Nou, ongeveer. Oké, heb je de vragen gehoord die ik heb gesteld? Gedeeltelijk. Oké. Je hebt namelijk AAA BGSMS naar 4x3. Je zegt antwoord A. Glee is de populaire Amerikaanse televisieserie waartegen de Guns N' Roses mannen nee hebben gezegd. Dat is goed. Een sticker, dat krijgen de eerste 5000 mensen die reageren op de oproep van Pukkelpol om te laten weten welke band jij graag op het festival wilt. Dat is antwoord A. Antwoord A, Solid Ground, zo gaat het nieuwe album van Rigby heten. Is ook goed. En tot slot, antwoord B, Marilyn Manson gaat meedoen als jurylid aan de Oostenrijkse versie van X-Factor. Beste Daan, jij wint de Met Michiel en Bad Eend en de game Michael Jackson The Experience. Gaaf. Dat is leuk, hè? Ja. Ik kan het nog veel mooier voor je maken. Ik ga namelijk de Met Michiel wincode jackpotvraag met je spelen. Ik heb een mengelmoesje van 3 liedjes. En aan jou de vraag, welke 3 liedjes en of artiesten hoor je hier? Let goed op. Wincode. Jackpotvraag. Dat was hem. Staat Zeeghoort, Grenade en Golden Days. Ja, heb je die derde dan ook nog? Ik zou het zo leuk vinden om dan ook die derde nog te horen van je. Nee, die derde wist ik niet. Daan, dan kan ik jou niet feliciteren met een jackpot. Maar ik kan wel zeggen dat zowel Crystal Golden Days als Bruno Mars Grenade inderdaad in deze wincode jackpotvraag zit. Dus je hebt in ieder geval onder andere de kandidaat van morgen heel erg geholpen. Oké. Dus heel erg bedankt en gefeliciteerd alsnog met die prachtige, glimmende, shinende met Michiel en Bad Eend en de game Michael Jackson The Experience voor de Wii. Oké, bedankt. Wincode. Wat een bevalling, jongens.